Meneer minister, u zei een paar weken geleden, we leven met z'n allen boven onze stand. Sinds gisteren weten we wie er echt boven zijn stand leeft. Dat zijn die veroordeelde terroristen in de gevangenis, die blijkbaar al geruime tijd een uitkering, een werkloosheidsvergoeding krijgen. We leven in Absurdistan in dit land, dat weten we, maar iedere dag opnieuw word ik toch verrast door het feit dat we dergelijke feiten in overtreffende trap te horen krijgen. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat uitgerekend op dit moment publieke opinie wordt ingelicht over het feit dat veroordeelde terroristen in de gevangenis zowaar kunnen beschikken over een werkloosheidsvergoeding? Waarom? Omdat onze overheid blijkbaar niet in staat is, door allerlei praktische omstandigheden, om dit te detecteren. En zo zegt men ons, omdat die veroordeelde gedetineerden, die veroordeelde terroristen, zelf de RVA uiteindelijk moeten inlichten. Het zou een mop zijn op de conferentie van Geert Hoste op oudejaar. Men zou er hartelijk om lachen, maar niemand zou het geloven, maar het is de realiteit. Daarom, meneer de minister, wil ik u vragen over hoeveel geld gaat het hier feitelijk, want het is niet om te lachen. Over hoeveel geld gaat het hier, over hoeveel gedetineerden gaat het? Hoe lang duurt dit al? En hoe gaan we dit in de toekomst vermijden? En tot slot misschien één vraag. Het zou misschien toch ook goed zijn dat u als politieke verantwoordelijke, alhoewel u dat praktisch wellicht de verantwoordelijkheid voor deze feiten niet draagt, toch namens de regering uw verontschuldigingen aanbiedt, want dit zet heel veel kwaad bloed bij de bevolking. Meneer minister, steekvlam politiek zoals zo dikwijls in dit land. Er was een artikel in de media voor nodig om deze feiten uiteindelijk aan het licht te brengen, vooraleer de regering hier werk van maakt. En dat is hetgene wat mij en wellicht heel veel landgenoten zo boos maakt. Blijkbaar is men er in dit digitale tijdpark met alle mogelijke informatiebanken, met 900.000 ambtenaren, niet in staat om in dit land ervoor te zorgen dat gedetineerden, veroordeelde terroristen, niet langer over een werkloosheidsvergoeding kunnen beschikken. Daarvoor is eerst een lek in de media nodig. Dit typeert ons land, dit typeert onze administratie, dit typeert de politiek in België.